Kinderen in het binnenland hebben niet dezelfde kansen in het onderwijs. Dit bracht een van de deelnemers, Rachel Giddings, naar voren tijdens een debatavond over het onderwijssysteem met als titel Doorgestroomd of toch over. Giddings merkt op dat de studerenden in het binnenland geen stiefmoederlijke behandeling moeten krijgen. Leerjaar 9 en 10 is dan een oriëntatiejaar. U had er dan net dat ICT. ICT is slechts een onderdeel, één van de beroepen. En het is toch fijn als dat ook naar het binnenland gaat en dat het niet hier alleen in Paramaribo gegeven wordt. En dan heeft het ministerie de gelegenheid om juist daarin te investeren. We kunnen niet alleen in Paramaribo bezig zijn met leerjaar 9 en 10 en we nemen onze leerlingen van het binnenland niet mee. Giddings zegt verder dat kinderen al heel vroeg geleerd moeten worden welke beroepen ze later kunnen uitoefenen en welke studie daaraan gekoppeld zijn. Jerry Finisi merkte op dat het nieuw onderwijssysteem niet op basis van oude benaderingen kan worden gestoeld. Ik zeg, we hebben een land waarbij we nu in de gelegenheid zijn om te kijken naar het systeem die we hebben, die het best zou kunnen werken voor het hele land. Als we kijken naar het binnenland, 80% van Suriname bezoekt de lagere school. 50% rond het af. In het binnenland is dat minder dan 30% die het afrondt. Nu kom je met een systeem die eigenlijk meer druk legt op het binnenland, op Coroni, op Marowijnen. En niet evenredig uitgedochterd is voor alle delen van het land. Dus mijn mening nog steeds is, doe een betere onderzoek. Je hebt al een basis gelegd, je hebt al een jaar lang gerund ermee, dus je hebt al gezien wat de manco's zijn. Finisi is van mening dat de overheid de leerkrachten die in het binnenland doseren moet trainen. Het trainen moet volgens hem vooral voordat het nieuwe systeem doorgedrukt wordt in het achterland.